tijd, zeg je? Het is nou niet dat ik het heel prettig vind. Nou, oké. Kijk, we zijn al 2 minuten in de lucht. Ja, wat ik net zeggen. Nou, nee, we begonnen op een halve minuut. Maar jouw heupen worden misschien wel meer van elkaar gedaan. Kijk dan, het eiland. Wat denk je dat er gebeurt als het touw losgaat? Laten we het daar maar even niet over hebben. Oh. Daar gaan we het niet over hebben. Daar gaan we het dus niet over hebben. Nee. Even ik had het idee dat Kroatië minder ver was. Wow, moet je naar beneden kijken. Kijk, daar zijn de jetskis. Ik zal zo gaan zitten, hé, ik heb geen zin om te borsten. Je wilt laten filmen? Ik ga zijn camera weg. Dat is ook gaaf. Was dat ook zo'n boot waar wij waren? Bijna hetzelfde. Oh, dat is dezelfde. Nee, volgens mij niet, toch? Of wel? Hij lijkt er wel op. Nu gaat hem nu weer strak trekken. Zie je dat? Kijk, 1, 2. Vloep. Oeh. Ik denk dat ze ons nu langzaam gaan binnenhalen. Nu al? We zijn pas 5 minuten. Spaanse les op 70 meter hoogte. Is dat beter? Ja, wel jammer dat het zo mistig is, je ziet niet zo heel veel. Even kijken naar de stad. Mama, durf je dit?
we zitten op de 7 minuten. Ik kan nog niet heel goed inschatten hoe diep dit nou is. Hoe hoog? Ja. 1,40 meter. Kijk, ik kan mijn voeten ook alleen maar zo op knieën naar elkaar. Dat kan ik gewoon niet. Kan ik niet doen? Kan je niet knieën? Nee, maar ik nee. Oh, ze worden echt kijk, zo naar binnen gedrukt. Kijk, ja. Gaat het zo. Ja, dat komt echt door je heupen. Maar als ik zo naar beneden kijk, kijk zo kan ik het niet goed inschatten. Maar als ik naar die boot kijk, weer wel. Klein dan, hè? Als je jezelf zo boven de zee ziet zweven. Oké, we worden binnengehaald. Denk here ik. We go. Oh. Koop uw penningen bij de kassa. Nee joh. Get down on it. Maar we waren net dus dan hoger dan de flats van Bergamano. Ja. Maar het lijkt... Als we dus het water raken, wat moet je dan doen? Losmaken. Geen paniek, want je zinkt niet. Nee, je hebt een reddingsvest aan. Kijk hoe dicht we bij de zee zijn! Wauw, hard! Maar je moet toch zo op je kont landen? Benen naar voren. Maar doet dat niet pijn op je kont? Nee hoor. We landen heel zachtjes, echt als een kussentje. Oeh la la. Dat die jetski een beetje rekening houdt met ons. Die vindt het ook iets te gek, denk ik. Die gaat bijna stapvoets. Ik denk dat ze dat iedere dag hebben hoor. Iedereen van ons vond het te gek, toch? Here we go! Even recht achter hem hebben. Oh, er gaat water in, ja.
harder trekken.